Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met een gemengd wolkenbeeld. In het zuidoosten valt eerst nog wat neerslag, soms zelfs wat winterse neerslag. En verder vallen er enkele buien. En ook daarbij kan natte sneeuw voorkomen, hagel en ook onweer is mogelijk. De meeste buien vallen in het noorden en oosten van het land. Vanochtend is het 3 tot 5 graden. Vanmiddag komt daar hier en daar nog een graadje bij. Maar veel verder dan 4 of 5 graden komen we niet. West- tot noordwestenwind is matig tot krachtig. Zes boven voor bij zee. Tussen de buien door overigens wel zon. En die buien gaan vanavond langzaam. Verdwijnen komen er brede opklaringen voor en daalt de temperatuur snel tot de richting het vriespunt. Vannacht komen we rond nul uit, met hier en daar wat uh, kans op gladheid. Morgen beginnen we nog met wat zon. In de middag gaat het van het zuidwesten uit regenen, Er kan ook natte sneeuw vallen. Met misschien in de middag en avond in het oosten en noorden een klein sneeuwdekje. Zaterdag loopt de temperatuur op naar 10 graden, is van winterse ongemakken, geen sprake meer, maar valt wel regen. Zondag hebben we te maken met wat buien, 12 graden op enkele plek. En maandag wordt het dan weer iets minder zacht, maar het blijft wisselvallig. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.